Dat inmiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 21 november 2021, dit is het bulletin van zondag. Daily Minutes, 21 november 2021. Dit is het bulletin van zondag. Ja, oh, gek genoeg. Ik heb wat meer tijd, maar ik hou niet zoveel tijd over, omdat ik veel achterstand heb met allerlei zaken. Dus nu zit ik nog met weinig tijd voor de Daily Minutes. In ieder geval weinig voorbereidingstijd. Dus ik laat vandaag de serie even liggen. Als ik tijd heb, dan voeg ik wel wat afleveringen van historie toe. Maar ik moet kijken of daar tijd voor is. Ik heb wel wat amateurnieuws voorbereid. Het wordt niet een hele lange uitzending. Hoewel ik zeg dat wel vaker en dan lukt dat niet. Het kan nu ook gebeuren. Hoewel, er is gewoon niet zo heel veel tijd. Overal worden beurzen afgezegd. Maar ik heb bericht gehad van de Hamcation vanuit de VS. En ja, de Europese of de internationale public relation die zit in Nederland. En die heeft ook een Nederlands persbericht verspreid. 2 jaar geleden was de Hamcation, in februari is dat, de laatste grote beurs die nog doorging voordat corona uitbrak. Vorig jaar is het niet doorgegaan en dit jaar zijn ze redelijk optimistisch. Hamcation weer terug in februari 2022. De Orlando Amateur Radio Club organiseert de 75ste jaarlijkse Orlando Hamcation van 11 tot en met 13 februari in 2022 op de Central Florida Fairgrounds en Expo Park. Hamcation begon in 1946, is de op één na grootste ham radio show en conventie in de Verenigde Staten. Vanaf het begin is de Hamcation in omvang en bezoekersaantallen gegroeid tot vele duizenden ham radio amateurs. De conventie viert het bestaan van ham radio, ook wel radioamateurisme genoemd. Het is een persbericht ook voor niet-amateurs. Radioamateurs zijn in de Verenigde Staten actief sinds het vroege begin van de vorige eeuw. Aanvankelijk ook wel ham radio operators genoemd. Tot de dag van vandaag zijn zendamateurs actief in zowel noodsituaties als de dagelijkse communicatie tussen zendamateurs. En dat is met spraak, morsesignalen en met digitale uitzendingen. Hamcation is enthousiast over het feit dat de organisatie de gastheer is van de ARRL Nationale Conventie. ARRL is de amateurvereniging in de VS. De conventie vindt plaats op donderdag 10 februari 2022 in het Hilton Doubletree Hotel in Orlando, vlakbij SeaWorld. Volgens mij SeaWorld van Disney, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er worden 4 verschillende trainingen gegeven waar zendamateurs uit kunnen kiezen. Meer informatie over de nationale conventie is te vinden op de website arrl.org en dan /arrl-expo. Hamcation is een goede mogelijkheid voor zendamateurs en geïnteresseerden in de hobby om elkaar te treffen tijdens de show. Met meer dan 65 handelaren die op de show staan, is er voor ook wat wils. Daarnaast zijn er op het buitenterrein van de fairgrounds kofferbak verkopen van gebruikte apparatuur en fabrieksoverschotten. Bezoekers kunnen ook examen doen voor het Technician General en extra klasmachtiging om zo meer mogelijkheden te hebben binnen de hobby. Bezoekers van over de hele wereld komen naar de Hamcation. De show die in 2020 werd gehouden telde maar liefst 24.000 inwoners bezoekers, waaronder amateurs en anderen die geïnteresseerd zijn in radiohobby en elektronica. En ik weet dat er vaak mensen uit Nederland naartoe gaan. Ik weet dat Guus van DV Mega ook geregeld op de Hamcation heeft gestaan. Meer informatie over Hamcation is te vinden op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter en ook via de website www.hamcation.com. Dus www.hamcation.com. En ik heb het hele persbericht voorgelezen. Dat is eigenlijk niet comilfobe journalisten. Voor nu uit tijdgebrek. En bovendien, ik ken de beurs, dus ik weet dat de informatie ook wel klopt.
ja, voor verschillende plekken in het land. Ik zei het al, worden afdelingsbijeenkomsten voorlopig afgelast. Die vinden dan via Jitsi of Zoom plaats. Ik kijk nu op de site van Zoetermeer. Gezien de maatregelen die nu van kracht zijn, is het niet meer mogelijk om afdelingsbijeenkomsten te houden. Het bestuur heeft om die reden besloten dit jaar geen bijeenkomsten meer te organiseren. In de loop van december zal de situatie opnieuw bekeken worden en een besluit worden genomen over de bijeenkomsten van januari. Volgens mij is dat in meer afdelingen vindt die discussie plaats. Maar met de huidige oplopende cijfers is dat natuurlijk wel een verstandig besluit. Even kijken op southgateasc.org. Radio Caroline, 30 years ago. Op Facebook een bericht. 19 November 91. A fierce storm broke the anchor chain of the Ross Revenge. Battered and bruised without power, she drifted 17 miles until she ran aground on the notorious Goodwin Sands. In the early light of the morning, her crew was helicoptered off and she was left alone to succumb to nature. Over the years, hundreds of ships and countries Over the years, hundreds of ships and countless lives have been taken by the Goodwin Sands. And for a while, it looked like as if Ross Revenge was destined to become another one. However, she is a remarkable ship. And after 4 days' effort by 2 tugs, she was recovered and taken into Dover Harbor, where she was promptly arrested and served with a detention order. It looked like the end for Radio Caroline, but the station moved to land-based studios. The Ross Revenge was restored and is now used regularly for monthly live broadcasts. Caroline continues. And there is a Facebook pagina, Radio Caroline Official, and a website, www.radiocaroline.co.uk. www.radiocaroline.co.uk. En het bericht komt van southgatearc.org. Ja, niet zo bekend in Nederland denk ik, maar de maand december is de Jota maand. En dan Jota met een Y, niet met een J. En Jota met een Y staat voor Youngsters on the Air. Vanaf 1 december tot 31 december International Jota Stations operated by young amateurs in their teens and early 20s will attempt to make many contacts worldwide with each other. The event is aimed at our young generation and is an excellent opportunity for clubs to get youngsters on the air who are interested in or want to find out more about amateur radio. Er zijn speciale stations onder andere in Zuid-Afrika. En het is een wereldwijd event. Maar dit bericht dat is van de Zuid-Afrikaanse amateurvereniging. En het staat op southgatearc.org ook. Ja, en dan is er ook nog een SSTV-uitzending van het ISS. Op 145-800 zoals gewoonlijk. Die vindt plaats 1 en 2 december. 1 en 2 december op 145-800 FM SSTV-plaatjes. Russian cosmonauts in the International Space Station are planning to transmit slow scan TV images on 145-800 MHz FM using SSTV in the mode PD120. Maar het kiest, hij kiest het automatisch, de software. Dus je hoeft dat niet in te stellen. The transmissions are part of the Moscow Aviation Institute SSTV experiment and will be made from the amateur radio station RS0ISS in the Russian ISS service module Zvezda. Using a Kenwood TMD710 transceiver, dat is vrij standaard op in het International Space Station. December 1, op een woensdag is dat, is de uitzending van 12:10 GMT tot 19:10 GMT. En op donderdag 2 december is het van 11:40 tot 17:20 GMT. Het verschilt 1 uur met Nederland nu, de GMT-tijd. En ja, de plaatjes die zijn op een portofoon met een smartphone al op te pikken. The signal should be receivable on a handheld with a quarter wave whip antenna. If your rig has selectable FM filters, try a wider filter for 25 kHz channel spacing. Dat is vanwege de Doppler shift. Voorspellingen die kun je vinden op www.amsat.org/track, T-R-A-C-K. www.amsat.org/track. En dan is er een blog, het SSTV-blog, aris-sstv-blogspot.com. Dus ARISS, amateur radio in het ISS, ARISS-sstv.blogspot.com.
Er is ook nog een pagina SSTV voor beginners, lijkt het te zijn, maar dat staat er niet helemaal bij. Maar de link wel, amsat-uk.org, beginners, ISS-SSTV. Dus amsat-uk.org, /beginners, dus beginners in het Nederlands gewoon, /ISS-SSTV. Ja, dat is echt heel eenvoudig om het op te vangen. Je kunt beter een antenne met weinig gain gebruiken, omdat bijvoorbeeld een groundplane die niet zoveel versterking geeft, die straalt meer omhoog dan richting horizon. Als je geen richtantenne hebt, tenminste met een richtantenne, dan gaat het natuurlijk nog beter. Maar dan moet hij wel automatisch meedraaien en elevatie kunnen maken. Ja, er zijn nog de X-expedities. Dat stort nu ook weer een beetje in, terwijl het net een beetje aan het opkomen was. Papa Julia 2 Tango op Curaçao. Het team is van, 27 tot 28 november op Curaçao actief. Dan heb je St. Kitts Island. Dat is niet vlakbij Curaçao, maar vlakbij de andere eilanden. St. Kitts, dat ligt naast Sint Eustatius. Of nog net één eiland ertussen, dat Nevis naast Sint Eustatius ligt. Maar in ieder geval, het ligt er vlakbij. En dat is van 24 november tot 2 december is Whisky X-ray 4 Golf daar actief met Victor 4 -. En dat is een roepnaam St. Kitts Island Antigua. Dat is ook in de Cariben. 21 tot 29 november is daar Victor 26 kilo actief. Dan de Ålandseilanden, dat ligt heel ergens anders. Dat is in de Baltische Zee. Bij Zweden en Finland. En dat is OH6 Echo India. En voor mij is dat dus, dat weet ik niet helemaal zeker, maar voor mij is dat de Zweedstalige bevolking van Finland. Maar goed, het is in ieder geval een aparte entiteit. En ze zullen actief zijn als Oscar Hotel 00. En dat is van 27 tot 28 november. Nou, de activiteiten van Malediven. Even kijken, dat is tot 23, dat kan nog 2 dagen. Tbilisi, Georgië, 27 en 28. Bhutan, 21 december tot 21. Nou, dat is tot vandaag, dus dat heeft niet veel, wat ik daarvoor zie. Even kijken, de US Virgin Islands, ook in de Caribbean, 27 tot 28. Paraguay 27, 28, die datum is allemaal de CQWWDXCW contest. Hè? Dus de mensen die op die datum genoemd worden, die zijn de CW-QRV. Maar het is om aan te geven dat er toch nog de expedities zijn. Die kan ik doorgaan, want ik zie niet dat ze afgezegd worden. Nieuws komt grotendeels van dxnieuws.com. Dat is een website van een Russische amateur. Dat is doorgaans een van de toonaangevende dx-sites. Nou, als het tijd allemaal lukt, dan zet ik hier nog enige aflevering van de serie over historie. We zijn over Heathkit bezig, dus dat vind ik erg leuk erachteraan. En wellicht ook nog een deel wat nieuw is voor dit weekend van de column van Onno. Dit is deel 22 van de historie van onze hobby. Er was absoluut geen kennis van elektronica nodig om een Heathkit bouwpakket te bouwen. Het was ook niet zo dat je nou direct zoveel over elektronica leerde door zo'n bouwpakket te maken. Veel eer zorgde het wel voor het einde van een soort ongeletterdheid op het gebied van de elektronica. Mensen kregen door het bouwen een begrip van de complexiteit van dit soort apparaten, een kennis die je tegenwoordig niet zo vaak meer aantreft. Zo leerden mensen hoe ze de aansluitingen op een elektronenbuis konden herkennen en hoe deze genummerd waren, en verder hoe ze de kleurcode op bijvoorbeeld een weerstand moesten lezen. Daarnaast leerden ze wel hoe de verschillende elektronica-onderdelen als condensatoren, transformatoren, buizen en weerstanden eruit zagen. En ze werden ook wel degelijk gemotiveerd om uit te zoeken waar deze componenten precies voor dienden. Voor die bouwers die vooraf al wat meer van elektronica wisten of die in de toekomst wilden leren om dit soort apparatuur te repareren, bevatten de bouwhandleidingen helemaal achteraan een gedetailleerd hoofdstuk Theorie van de Werking, waarin stap voor stap werd uitgelegd hoe de schakelingen in het bouwproject functioneerden. Heath onderhield ook banden met elektronica opleidingsinstituten en leverde elektronica bouwpakketten om deze als onderdeel van dit soort opleidingen te bouwen, waarbij scholen in zo'n geval hun lesmateriaal rondom de bouwkits opbouwden. De bouwpakketten zorgen ook voor een dieper begrip van de materie. Steve Jobs bijvoorbeeld vertelde ooit dat de bouwpakketten van Heathkit hem het inzicht verschaften dat producten manifestaties van de menselijke vindingrijkheid zijn, veel eerder dan magische objecten die zomaar uit de lucht komen vallen. Volgens Jobs verschafte het bouwen van een bouwpakket als deze een hoge mate van zelfvertrouwen en dat door iemand door onderzoek en een leerproces schijnbaar ingewikkelde zaken in iemands omgeving kunnen worden begrepen.
Heathkit was gedurende zijn bestaan niet de enige. Er kwamen diverse concurrenten op die een graantje van het bedrijf uit Michigan wilden meepikken. Allied Electronics uit Fort Worth, bijvoorbeeld in Texas, dat nog steeds bestaat, was zo'n bedrijf. Lafayette Radio Electronics uit de staat New York bracht ook meerdere bouwpakketten uit. Lafayette, dat niet meer bestaat, is ook bekend van 27MC-apparatuur, maar het maakte ook amateurapparaten. Verder bracht het bekende Radio Shack een reeks bouwpakketten uit onder de naam Archer Kits. Het bedrijf Dyneco, dat ook niet meer bestaat, verkocht vanaf 1955 bouwpakketten voor high-end audioapparatuur die ook met Heathkit concurreerden. In Nederland nauwelijks bekende bedrijven met kits uit die tijd waren voor audioapparatuur H.H. Scott Incorporated, Fisher Electronics, onderdeel van het Japanse Sanyo, Eiko en de Southwest Technical Products Corporation. Tegenwoordig is er al een poos een einde aan de tijd van elektronica bouwkits gekomen. De reden is gelegen in de veel grotere integratie van elektronica, gepaardgaand met steeds kleinere onderdelen die voor een vergrijzende amateurpopulatie extra lastig te gebruiken zijn. Verder vindt het assembleren van apparatuur tegenwoordig vooral door machines en robots plaats, wat relatief goedkoop is. Dus de assemblageslag uit de productie weglaten betekent tegenwoordig daardoor ook geen substantiële besparing meer. Deze aflevering gaat nu weer verder over de historie van het bedrijf Heathkit zelf, of eigenlijk werd het Heath genoemd, hè. De pakketten waren Heathkit. Howard Anthony, die de koers van het bedrijf in de richting van de elektronica en de kits bracht, komt in 1954 te overlijden. Heath werd daarop aangekocht door Daystrom Company, een holdingbedrijf dat ook diverse andere elektronica bedrijven in bezit had. Daystrom werd vervolgens in 1962 opgenomen in het toeleveringsbedrijf voor de olieindustrie Schlumberger Limited, een enorm bedrijf dat nog steeds bestaat. Schlumberger staat 287 op de Fortune 500 lijst en heeft tegenwoordig zo'n 100.000 werknemers. Opmerkelijk is dat dit bedrijf, dat lange tijd eigenaar van Heathkit is geweest, niet in de VS gevestigd is. Schlumberger werd in 1926 in Frankrijk opgericht. Het bedrijf is echter een Nederlandse naamloze vennootschap, ingeschreven in Willemstad op Curaçao. Schlumberger heeft hoofdkantoren in Den Haag, Londen, Parijs en Houston. De jaren dat Heathkit in bezit was van Daystrom en Schlumberger waren de meest succesvolle van het bedrijf. Het was ook een periode dat er grote veranderingen waren op de consumentenmarkt. Belangrijke vernieuwende producten van Heathkit in die jaren waren de AA100 geïntegreerde versterker uit 1960. Een betaalbare high-end audioversterker die zijn tijd ver vooruit was. Een andere grote hit was de AJ1510, een FM-tuner met in de jaren 70 al een digitale synthesizer. Verder was de GC1005, een digitale klok in die periode waarin ook de eerste rekenmachines opkwamen, een groot succes. Ook dit waren kwaliteitsproducten die hun tijd zo ver vooruit waren dat geen enkel ander bedrijf ze in die tijd bracht. Tot zover deel 22. Ik ben overigens nog op zoek naar ideeën over zaken die ik in de serie kan gebruiken. De komende weken heb ik zeker nog genoeg stof door de bedrijven te beschrijven die amateurapparatuur verkopen of verkocht hebben. Die bedrijven zijn vaak bijzonder en ook erg interessant om te beschrijven. Naar de fabrikanten wil ik eens gaan duiken in de uitvindingen waarvan geclaimd wordt dat ze door zendamateurs of vanuit de amateurwereld zijn gedaan. Omroepuitzendingen worden door meerdere mensen beschouwd als een amateuruitvinding en ook amplitudemodulatie. En de mobiele telefoon die worden ook als uitvinding door amateurs genoemd. Ten slotte nog een mededeling over de copyrights. Ik heb geen problemen met een eventueel hergebruik van deze serie. Ik wil wel graag dat er in dat geval een bronvermelding bij wordt gedaan, bijvoorbeeld naar de Daily Minutes of naar de website daarvan. Verder mag de serie alleen ongewijzigd worden gebruikt. Om die laatste reden geldt er een copyright met ingangsdatum dit jaar onder de naam van de Daily Minutes. Dit is deel 23 van de historie van onze hobby. In 1974 begon het bedrijf Heathkit met Heathkit Educational Systems. Heathkit educatieve systemen waarbij met de heldere schrijfstijl van de handleidingen trainingmateriaal werd uitgebracht over algemene elektronica en over de opkomende computers. Heath breidde daarbij haar know-how uit naar digitale apparatuur en uiteindelijk ook naar gecomputeriseerde apparatuur. Met die kennis werden bijvoorbeeld digitale klokken en weerstations gebaseerd op deze nieuwe technologie op de markt gebracht. Hoe modern deze nieuwe richtingen ook, de kits van Heathkit werden op dat moment nog steeds met de hand samengesteld achter lopende banden met rollen die met de hand werden voortbewogen. Die productielijnen werden naar behoefte opgezet en weer afgebroken. Sommige kits werden overigens ook kant-en-klaar geassembleerd verkocht. Deze apparaten zijn nu nog te herkennen aan de W van Wired achter het typenummer. Het laatste grote succes van Heathkit was waarschijnlijk de introductie in 1978 van de Heathkit H8 computer. Veel van de eenvoudige computerboards van die begintijd werden als bouwpakket verkocht. Die bouwpakketten waren echter vaak wat primitief en soms lastig succesvol te voltooien.
Heath had daarbij een naam in goed na te bouwen bouwpakketten en had ook de ervaring om dat ook in een nieuwe tak als computer zwaar te maken. De H8 was zeer succesvol, net als de latere H19 en H29 terminals en de H89, alles in één computer. De H8 en H89 hadden een eigen besturingssysteem HDOS en daarnaast ook CPM. De H89 was voorzien van twee Zilog Z80 processoren, één voor de computer en een tweede voor de ingebouwde H19 terminal. De H11, een low-end DEC PDP-11 16-bit computer, was minder succesvol. Waarschijnlijk omdat deze substantieel duurder was dan de andere computers met 8 bits. De Zenith Radio Company, dat als Zenith Electronics met een Koreaanse eigenaar nog steeds bestaat, zag wel toekomst in de computers van het bedrijf en nam Heathkit in 1979 voor $63 miljoen van Schlumberger over, waarbij Heath verder ging onder de naam Zenith Data Systems, ZDS. Het belangrijkste argument voor de aankoop was de flexibele werkwijze van Heathkit bij de assemblage en de eigen nabijgelegen vestiging van Zenith en wat Heathkit aan ontwerpen in huis had. De combinatie Heath-Zenith bevond zich op dat moment in de voorhoede van bedrijven die pc's verkochten aan kleine bedrijven. De H89-kit van Heath werd herdoopt in Zenith Z89-Z90 en als een geassembleerde all-in-one computer met monitor en floppy drive ingebouwd werd hij verkocht. Het bedrijf had een overeenkomst met Peachtree om de boekhoud, accountancy en makelaardijsoftware van dat bedrijf met de computer mee te leveren. Kort na de introductie van de Z90 bracht het bedrijf ook een 5 megabyte harde schijf uit en externe floppy disk drives met double density, dubbele capaciteit. Terwijl de op PDP gebaseerde H11 heel populair was bij hobbyisten, bedachten de Heath-ingenieurs dat de PDP-microprocessoren van DEC het bedrijf niet naar krachtigere computers zouden brengen. Heath Zenith ontwierp vervolgens een op een dubbele Intel 8085-8088 gebaseerd systeem, de H100, CQ de Z100, welke laatste in voorgeassembleerde vorm door ZDS werd verkocht. Dit systeem beschikte als een van de eerste over een bitmap display van 640 bij 512 pixels met 8 kleuren. De H100 kon zowel CPM draaien als een OEM versie van MS-DOS, dat Zenith Z-DOS noemde. Op dat moment waren dat de twee belangrijkste besturingssystemen, wat destijds een belangrijk verkoopargument was. Hoewel het systeem opnieuw moest worden opgeboet om naar het andere besturingssysteem te gaan, konden beide besturingssystemen wel elkaar schijven lezen. In 1982 introduceerde Heath de Hero 1, een bouwpakket voor een robot, zowel geschikt voor educatieve doeleinden als voor daadwerkelijke inzet in de industrie. De robot werkte met een Motorola 6808 processor en had een ultrasoonsensor en manipulatorarm die was optioneel. De complete robot kostte $2495 in geassembleerde vorm. Een bouwpakket zonder de manipulatorarm kostte $999. Dit was de eerste van een hele serie robotkits van Heathkit voor educatieve doelen en de hobbyistenmarkt. De ontwikkeling van de hobbycomputermarkt betekende ook het begin van het einde van de bouwpakketten. De computers van Heathkit Zenith waren zeer succesvol. Het bedrijf had echter last van deze ontwikkelingen, waarbij veel hobbyisten ineens veel liever software schreven dan een bouwpakket van Heathkit in elkaar soldeerden. Een bijkomend probleem was de toenemende integratie van de elektronica in de jaren 80 met steeds ingewikkelde printplaten en steeds meer IC's daarop. Hierdoor ging dus uiteindelijk het oorspronkelijke businessmodel van Heathkit verloren. Zoals eerder geschreven, het bouwen van een bouwpakket was nog steeds voldoende leuk. Het was alleen in tegenstelling tot daarvoor niet meer goedkoper. Gedurende de jaren 80 droogde vervolgens de markt voor Heathkit bouwpakketten grotendeels op. Heath slaagde er in de jaren in om voor te blijven bestaan door zich op haar educatieve producten te concentreren en zich te gaan toeleggen op home automation, toen al, en verlichtingsproducten. Toen Zenith het onderdeel waar Heath deel van uitmaakte in 1989 verkocht aan Boole, werd Heath met dit onderdeel ZDS meeverkocht. In maart 1992 kondigde het bedrijf vervolgens aan dat het na 45 jaar de verkoop van bouwpakketten geheel zou staken. Van de bedrijven die in de jaren 60 bouwpakketten leverden, had Heath het trouwens wel het langste volgehouden. Boole verkocht Heath 3 jaar later alweer aan een groep private investeerders, HIG genaamd, die het bedrijf in 1998 alweer aan een andere groep investeerders doorverkocht. Deze groep was uitsluitend geïnteresseerd in de educatieve producten van Heath en verkocht de rest van het bedrijf, bijbehorende producten en de namen Heathkit Zenith door aan DESA International, bekend als leverancier van speciale gereedschappen en verwarmingsinstallaties. In de tweede helft van 2008 verkocht Heathkit Educational Systems een groot deel van haar verzameling oude schema's van bouwpakketten en handleidingen aan ene Don Petersen, hoewel het wel zelf de copyrights en handelsnamen behield.
Pietersen mocht de oude ontwerpen wel opnieuw op de markt brengen en kon daarbij helpen oude apparatuur te repareren. Heel snel daarna, in december 2008 al, ging de eigenaar van het merk en de copyrights op de producten, DESA International, vervolgens failliet. Heath bestond vervolgens enkele jaren als Heathkit Educational Systems in St. Joseph, Michigan en ging vervolgens in 2012 zelf failliet. Sinds mei 2013 vindt er op beperkte schaal een herstart plaats en op 15 oktober vorig jaar in 2015 werd er een mail rondgestuurd dat het doorgestarte bedrijf ook alle ontwerpen en handelsmerken van Heath in bezit had en dat het ook nieuwe patenten geregistreerd had, een magazijn en een fabriek in Santa Cruz, Californië had geopend en het bedrijf biedt ook weer nieuwe producten aan. Vanaf morgen gaan we in op de omvangrijke verzameling amateurproducten die Heathkit in de loop der jaren heeft geproduceerd. Foundations of Amateur Radio. On the 12th of December 1961, before I was born, before my parents met, the first amateur radio satellite was launched by Project Oscar. It was a 10-kilo box launched as the first private non-government spacecraft. Oscar 1 was the first piggyback satellite, launched as a secondary payload taking the space of a ballast weight, and managed to be heard by over 570 amateurs across 28 countries during the 22 days it was in orbit. It was launched just over 4 years after Sputnik 1, and was built entirely by amateurs, four radio amateurs. In the 60 years since, we've come a long way. Today, high school students are building and launching CubeSats, and several groups have built satellites for less than $1,000. Oscar 76, the so-called $50 sat, cost $250 in parts. It operated in orbit for 20 months. Fees for launching a 10-centimeter cubed satellite are around $60,000 and reducing by the year. If that sounds like a lot of money for the amateur community, consider that the budget for operating Victor Kilo Zero Echo Kilo, the de-expedition to Heard Island in 2016, was $550,000. Operation lasted 21 days. I'm mentioning all this in the context of homebrew. Not the alcoholic version of homebrew, the radio amateur version, where you build stuff for your personal enjoyment and education. For some amateurs, that itch is scratched by designing and building a valve-based power amplifier. For others, it means building a wooden Morse key. For the members of Oscar, it's satellites. For me, the itch has always been software. Sitting in my bedroom in the early 1980s, eyeballs glued to the black and white TV that was connected to my very own Commodore VIC-20 was how I got properly bitten by that bug, after having been introduced to the Apple II at my high school. I'm a curious person, have always been. In my work, I generally go after the new and novel, and then discover 6 months down the track that my clients benefit from my weird sideways excursion into something or other. Right now, my latest diversion is the FPGA, a field programmable gate array. Started watching a new series by DigiKey about how to use them, and the experience is exhilarating. One way to simply describe an FPGA is to think of it as a way to create a virtual circuit board that can be reprogrammed in the field. You don't have to go out and design a chip for a specific purpose and deal with errors, upgrades, and supply chain issues. Instead, you use a virtual circuit and reprogram as needed. If you're not sure how powerful this is, you can program an FPGA to behave like a Motorola 65CO2 microprocessor, or as a RISC CPU, or well over 200 other open-source processor designs, including the 64-bit UltraSpark T1 microprocessor. I'm mentioning this because while I have a vintage HP 606A valve-based signal generator that I'm working on restoring to fully working, homebrew for me involves all that the world has to offer. I don't get excited about solder, and my hands and eyes are really not steady enough to manage small circuit designs. But tapping keys on a keyboard, that's something I've been doing for a long time. Another thing I like about this whole upgraded view of homebrew is that we as radio amateurs are already familiar with building blocks. We likely don't design a power supply from scratch, or an amplifier, or the VFO circuit. Why improve something that has stood the test of time? In my virtual world, I too can use those building blocks. In FPGA land, I can select any number of implementations of a Fourier transform and test them all to see which one suits my purpose best.
In case you're wondering, my Pluto SDR is looking great as a 2-meter and 70-centimeter beacon, transmitting on both bands simultaneously. It too has an FPGA on board, and I'm not afraid to get my keyboard dirty trying to tease out how to best make use of that. What homebrew adventures have you been up to? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.